Welkom bij de nieuwe versie van de politie-app. De politie-app heeft nu nog meer mogelijkheden gekregen om u te informeren over belangrijke politie- en opsporingszaken. En geeft u tevens de mogelijkheid om in contact te komen met de politie voor hulp en informatie. Alle mogelijkheden van de politie-app worden uitgelegd in dit filmpje. Om u zo goed mogelijk kennis te laten maken met de politie-app is er een introductiecarousel die uitleg geeft over de nieuwe functionaliteit in de app. Dit kunt u natuurlijk ook overslaan als u direct aan de slag wilt met de app. In het instellingenmenu selecteert u bij Mijn Buurt de gemeente die u wilt instellen om lokaal nieuws te kunnen bekijken. Bij de kaartinstellingen selecteert u tot welke afstand vanaf uw huidige locatie u lokaal nieuws wilt ontvangen. U kunt ook aangeven welke nieuwscategorieën u wilt tonen of verbergen. Het beginscherm geeft een overzicht van het belangrijkste landelijke nieuws, lokaal nieuws, vermiste kinderen en gezochte personen. De app kan u een pushbericht laten zien als er belangrijke zaken te melden zijn op basis van uw locatie. Zo kunnen we u er bijvoorbeeld op attenderen dat er zakkenrollers actief zijn op een station. Deze functionaliteit is er om de samenwerking tussen politie en de burger te verbeteren en is volledig anoniem. Uw locatiegegevens worden niet met de politie gedeeld. U kunt, als u belangrijke informatie heeft over een zaak of andere gegevens met de politie wilt delen, eenvoudig op de knop Tip de politie klikken. U krijgt dan een formulier te zien waar u uw informatie kunt achterlaten. In de sectie Lokaal nieuws vindt u het nieuws binnen uw omgeving. U kunt hier artikelen lezen, contact opnemen met de politie, foto's bekijken en op een kaart de locatie vinden die bij dit artikel horen. U kunt het artikel ook via social media delen. U kunt het nieuws ook overzichtelijk op een omgevingskaart bekijken. Nieuwsitems worden op de kaart getoond op basis van uw voorkeuren die u bij instellingen heeft aangegeven. Met de nieuwe wijkagentenfunctionaliteit vindt u wie uw wijkagent is. Gebruik hiervoor de GPS-knop of toets uw postcode in. De app toont vervolgens een lijst van de wijkagenten. U kunt direct contact opnemen met de juiste wijkagent. De app geeft een overzicht van alle vermiste personen in de buurt of op landelijk niveau. Bij het onderdeel gezocht vraagt de politie uw hulp. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verdachten van misdrijven te identificeren of om teruggevonden spullen te retourneren aan de rechtmatige eigenaars. Vanuit de app kunt u meteen een tipformulier invullen dat gekoppeld is aan de betreffende zaak. Met de politiebureau-functionaliteit vindt u alle politiebureaus in Nederland met adres en contactgegevens. Vanuit de app kunt u de snelste route naar een bureau plannen. Uiteraard kunt u naast het lokale nieuws ook al het landelijke politienieuws bekijken in de app. De contactpagina vindt u ook terug in het menu. Hier vindt u de telefoonnummers voor zowel spoedeisende als niet-spoedeisende meldingen, het nummer van de opsporingstiplijn, het nummer van Meld misdaad anoniem en een link naar het online meldingsformulier. De app heeft een ingebouwd meldingsformulier. Hiermee kunt u uitgebreid aangifte doen. Naast tekst kunt u ook foto's en video's toevoegen. En tot slot kunt u via de app ook de Twitterfeed van de politie bekijken.